Of we nou al kampioen waren of niet. We wisten dat er veel mensen gingen komen. Dus we wilden gewoon een hele mooie wedstrijd van maken. En dat is wel gelukt. En die mooie wedstrijd met alles eromheen. Een 7-0 overwinning. En dan terugkijken naar het seizoen. Waar denk je op zo'n dag als vandaag aan terug? Een dag van vandaag. Gewoon aan... We hebben het hele seizoen. Ik heb volgens mij van de 29 nu 26 gespeeld. Dus elke wedstrijd we hebben wel goed gespeeld en zo. Dus van een mooie... En die gaat, die gaat op vandaag? Ja, die gaat open vandaag. Die is open. Schrik nog een beetje bij. Nee, het is echt een mooi seizoen geweest. Wil je ook mijn interview? Mooie kampioenschap. Mooie afsluiting. Jeremy, voor jou persoonlijk ook nog eens topscorer geworden dit seizoen. Ja, een geweldige ontwikkeling. Ja, ik had de eerste wedstrijd van het seizoen gescoord. En daarna een tijdje niet gescoord. Toen scoorde ik opeens iets van 7 wedstrijden op rij. En na de winst op gewoon blijven scoren. Dus ja, goed seizoen voor mij geweest. En dat eigenlijk voor een middenvelder? Ja, begin van het seizoen ook heel veel middenveld. Scoorde ik ook wel. Alleen nu ben ik een beetje links aan de buitenkant tussen gaan spelen. En ik pik wel mijn doelpuntjes mee. Volgend jaar hoop op mooie resultaten in de Jupiler League natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen voor jou persoonlijk wil je ook weer een stap omhoog richting 1. Precies. Nee, we gaan naar Jupiler League. Dat is in ieder geval beter dan deze tweede divisie. Maar ik wil gewoon zo hoog mogelijk spelen. Ja. En dat is AZ1 voor jou? Dat is AZ1, ja. En tot slot, wat gaat er gebeuren? Wat staat er op het programma? We hebben echt een hele planning, maar ik hoor wel wat we gaan doen allemaal. Het is te veel om op te noemen, maar in ieder geval een goed feestje van maken. Geniet van, dank je. Dankjewel. Veel plezier. Thanks.